thema's zijn de kracht van Zundert, dus de dingen die we goed doen, de buikpijn van Zundert, dus de problemen waar we tegenaan lopen, waar mensen echt mee zitten, het klimaat, het landschap, de kansen voor de ondernemers, hè, want wat voor kansen bieden we nou in het buitengebied? Vandaag sluiten we fase 1 af, waar we veel hebben opgehaald uit de gemeenschap. Waar we hebben gekeken waar de energie zit en waar we de loep op moeten leggen. En dat gaan we het komende jaar doen en dat presenteren we ook vandaag. We vinden de pilot een heel mooi voorbeeld van hoe we mogelijkerwijs in de omgevingsvisie en de omgevingswet die eraan komt kunnen samenwerken met de regiopartners, met de gebiedsprocessen die hier ontstaan. In gebied Spijlen Breedschot zien we dat er veel ambitieuze, hardwerkende ondernemers zitten die aan de toekomst van hun bedrijf werken. We zien ook ondernemers die willen stoppen en niet weten precies hoe ze dat aan moeten pakken. Er is veel recreatie, er zijn veel burgerbewoners, dus allerlei verschillende belangen. Om nou samen aan de toekomst van je gebied te werken, moet je je eigen belang op tafel durven en kunnen zetten en moet je op zoek naar het algemeen belang en het gezamenlijk belang. En dat is waar we nou mee bezig zijn en wat de essentie is, waardoor je ook ziet dat mensen veel meer met elkaar in gesprek gaan en de sociale samenhang in zo'n gebied verbetert.